Mustafar, is dit de lekkerste manier om een wedstrijd te winnen? Ja, nou ja, natuurlijk wil je wel winnen, maar als je zeg maar 2-3 goals verschil wint, dan is dat het lekkerst. Dan heb je die stress niet, zeg maar. Maar ik bedoel, als je uiteindelijk toch wint op zo'n manier, dan is het, de ontlading is enorm. Ja, want jullie hebben de hele wedstrijd niet voorgestaan, maar toch 3 punten in de pocket. Ja, precies. Maar dat zeg maar weer hoe sterk we zijn als team. We komen terug van een achterstand en dat was ook tegen Roda zo. Dus ja, ik ben blij dat we uiteindelijk vandaag hebben gewonnen. Had je er nog vertrouwen in dat hij zou vallen, de winnende goal voor jullie? Ja, nou ja, ik bedoel, toen zij die rood kregen, normaal gesproken moeten we daarmee blij zijn. Alleen dit keer had ik zoiets van, shit, nu gaan ze helemaal verdedigen. Dus dat was eigenlijk niet gunstig, ook omdat het nog maar misschien 5 of 10 minuten te spelen was. Ik weet niet meer hoe lang. Dus toen die rood kwam, was niet gunstig voor ons, eigenlijk. Omdat ze helemaal gingen inzakken, maar door een gouden wissel van trainer om Piotr erin te zetten en de bal erin te pompen, heeft gewerkt en we zijn super blij. Hoe kijk je verder terug op de wedstrijd? Want jullie begonnen eigenlijk heel goed, maar toch komt Groningen op voorsprong. Ja, precies. We begonnen de eerste kwartier 20 minuten goed. Dat zei de trainer ook in de rust. En we laten hun gewoon in de wedstrijd komen. En dat is ons te verwijten eigenlijk. Ik bedoel, Groningen zit niet in een fase dat zij kunnen domineren. Maar wij lieten hun gewoon in leven, zeg maar. Alleen, tweede helft hebben we dat proberen op te pakken. Alleen krijg je weer 10 minuten volgens mij na rust, krijg je een goal tegen. Ik weet niet of het een doelpunt was of die over de lijn was, maar toch kom je weer met een tegenslag te zitten. En uiteindelijk buigen we dat wel weer goed om. Ja, want dat is wel echt een kwaliteit voor jullie. Zeker in thuiswedstrijden, als er een tegengoal komt, dan komen jullie bijna meteen met een antwoord. Ja, precies. Dat was vorig jaar wel anders. Ik bedoel, vorig jaar als we een goal tegenkregen, vielen we uit elkaar en dan werden de ruimtes heel groot. En kregen we meestal ook nog een goal extra tegen. Maar dit jaar zijn we zo sterk als team, zeg maar, dat wij zeg maar, bij elkaar blijven. En in elkaar geloven dat de kans van ons zeker nog gaat komen. En dat was te zien vandaag. Ja, en zelfs na een misschien wel fout van die grensrechter die vindt dat het een doelpunt was, winnen jullie alsnog. Want je hebt het zelf niet goed kunnen zien? Nee, precies. Ik heb het niet goed kunnen zien. Toen hij die vlag omhoog stak, dacht ik in eerste instantie dat het buitenspel was. Ik weet niet of dat een situatie was om buitenspel te kunnen staan. Ook omdat wij volgens mij iemand bij de paal hadden. Alleen daar hoop je dan op dat hij zeg maar buitenspel vlacht. Alleen was een doelpunt blijkbaar. Dus dan moet je weer de knoppen om gaan zetten en alles eraan doen om die 2-2 te maken. En als dat het meest haalbaar is, dan willen we gewoon voor die 2-2 gaan. Alleen we scoorden al heel vroeg de 2-2 en dan wil je natuurlijk de wedstrijd ook winnen. Ja, nou, jullie staan nu heel stevig in het linker rijtje, hè? Ja, precies. Maar we hebben nu ook goede zaken gedaan om een beetje afstand te nemen van eigenlijk een directe concurrent van ons, Groningen. Dus daar zijn we extra blij mee. Ja, en als jullie zo blijven spelen, dan wordt het voor elke ploeg heel lastig om hier punten te pakken. Ja, precies. Maar thuis zijn wij sowieso heel sterk. Dat weten de topclubs ook, dat wij thuis zeg maar, niet makkelijk te verslaan zijn. Dus ja, dat moeten we nu maar vast zien te houden en deze lijn doortrekken.